hart wil zingen. Van simpele dingen. Van frisse regen bij een boerenhuis. De rode papaver. Namens Camper TV zijn we deze keer aangeland op de Hofman Heideweg in Bergijk. In ons prachtige Bergijk. Jongen, jongen, wat is het hier toch schoon. Prachtige omgeving hebben we hier. Bergijk is toch zo schoon, maar je moet het willen zien. We zijn hier bij Hofman Heide Creatief. En hier langs mij staat eigenaar en organisator Hans. Hans. Ja. Nou, ik ben hier al een klein beetje rondwezen kijken. Ik zie allemaal op beelden en van alles staan. Vertel een beetje aan de mensen wat we hier vandaag en morgen kunnen zien. Ja, vandaag en morgen hebben wij open dagen. Die doen we iedere dag rond deze tijd ongeveer in mei, april organiseren. We hebben hier een creatief centrum. Dat wil zeggen, beeldhouwers werken hier iedere week. Zowel op dinsdag als vrijdag. En die hebben gewoon een eigen hakplek hier. En die maken prachtige beeldhouwwerken. En we hebben een keramiste, Debbie Vermeen. Die geeft keramiek les. En één keer per jaar zeggen we al die mensen die dat hebben gemaakt en gedaan, die mogen de beelden tentoonstellen. En wij hebben dat dan in de tuin opgesteld, in de beelden en in de loods het keramiek. Zodat iedereen eens kennis kan geven wat hier voor moois gemaakt wordt. Eeuwig refrein, dat leeft in de geest. Dat diep ligt verzonken, lied van verlangen naar wat eens is geweest. Ja, dat is er al zien, want ik heb al een keer een beetje rondgekeken, ik kan het helemaal beamen, maar het wordt dus ook allemaal hier het loop van het jaar door gemaakt. Iedere week, er is geen moment of er nou sneeuwt of vriest of de zon schijnt. Hier is iedere dinsdag zijn de beeldhouwers en de keramisten er. Ja. En iedere donderdag de keramisten, iedere vrijdag zijn hier de beeldhouwers. Dus dat gaat gewoon door. En ongeveer hoeveel mensen mag ik dan aan denken? Dan zit je aan een 25, 30 beeldhouwers per week. Dat scheelt of ze dinsdag het wel ooit 18 en andere keer 7 of 8. Ah, ja, goed, maar zeg ongeveer. Ja, ja. En dat is hetzelfde bij de keramisten. Dus er 50 man komen hier iedere week toch hun hobby uit te oefenen. Verhalen van spoken, luisterend volk. Allen rond de schaal. Eeuwig refrein, dat leeft in de geest. Dat diep. Nou, ben je uiteraard zelf ook geïnteresseerd in kunst, want anders kennen ze iets niet doen. Ben je zelf ook nog een beetje van de kunstenaar? Nee, ik ben niet van de kunstenaar. Mijn vrouw is beeldhouwster. En daar is heel... Zo ontstaan eigenlijk dan? Zo is het ook ontstaan. Wij wonen in Nuenen op dat moment en wij hebben gezegd van... Wij vinden het zo leuk om iets te maken waar mensen met een gelijkgezinde interesse... Ja. En zij was beeldhouwer en ze had wat vrienden en kennis die allemaal thuis moeilijk hadden met beeldhouwen. Ze konden geen stof maken voor de buren. En toen zijn we naar dit op zoek gegaan en dit gevonden. Simpele dingen, een rustige bogert en een grazend paard. Het was een decoren, een palm in de voren. Van dorstvlegels op een leme vloer. Eeuwig refrein, dat leeft in de geest. Dat diep ligt verzonken. Van is het nou zo, als nou iemand zit te kijken die denkt, nou ik vind dat ik ook wel een beetje kunstenaar ben. Kende hier zijn eigen, is aankomen lopen en zijn eigen melden of eventueel er ook naar bij kan komen? Ja, ik zal het sterker vertellen. Iedereen die denkt van misschien ben ik helemaal geen kunstenaar, maar ik zou daar wel eens willen proberen. Ja. En die het nog nooit gedaan heeft, die is ook welkom. Ja. En we zeggen altijd van, zowel in de keramiek als in beeldhouwen, mensen, niemand kan hier beginnen. Wij zeggen altijd, kun je niet beginnen. Je komt eerst... Schilderijken zou ook nog kunnen eventueel? Nee, dan niet. Dat hebben we nog niet. Zou kunnen, maar is op dit moment zeker niet. Maar als ze dus zeggen van ik wil eens kijken waar ik mijn beeld houden kan of met klei. Die komen gewoon 2 dagen.
En dat zonder enige verplichting. Is het iets? Voel ik me hier thuis? Hoe is de groep? En zo is hier een groep ontstaan dat echt vrienden zijn, ook van elkaar. Ze komen bij elkaar en ze gaan voor elkaar. En ze helpen elkaar met vorm en met ideeën. En ik neem aan dat ook een beetje gezelligheid bij is. Dus een koffieke en een kunstenaartje en een wijntje gaat ook wel samen. Vaak wordt er een lekker wijntje gedronken. We hebben al een paar mooie dagen achter de rug waar de rosé open gaat. Wat we dan doen en ze brengen hier een fles wijn mee. En het is een hele leuke sfeer. We doen ook altijd een nieuwjaarsborrel met iedereen, wat uitzettend leuk is. Ik krijg als je een kunstenaar te gaan worden. Ja, nou, het is misschien een idee. Ja, nou, hartstikke bedankt. Ik vind het een heel leuk initiatief. We gaan nog wat beelden maken. Laten we daar ook allemaal zien. Hans, bedankt. Ja, graag gedaan. Mensen, het is, houd het eens in de gaten. Staat heel vaak ook in verschillende kranten en op internet. De Hofmanheideweg in Bergijk. 2 dagen lang echt kunst en cultuur snuiven. En het is echt de moeite waard. Komt er een keer bij kijken. Heeft geklonken. Heeft geklonken.